het satellietbeeld van Turkije laat een gevarieerd landschap zien van bossen, velden en strand. De meeste Nederlanders kennen Turkije uitsluitend door de strandhotels. Zo'n 300 kilometer vanaf deze hotels ligt, met een rechthoek aangegeven, Cappadocië. Dit gebied verkennen we per luchtballon. Het bestaat in hoofdzaak uit tuf en kalksteen met een zachte structuur. Het videobeeld wordt een paar maal bevroren, zodat de wonderlijke vormen die in de loop der eeuwen zijn ontstaan, goed zijn te bekijken. Grote delen van dit gebied zijn in het verleden overdekt met een laag lava. Wind en regen hebben een sterke erosie veroorzaakt, waardoor de zachte tuf- en kalkgrond is verdwenen en de wonderlijkste vormen zijn ontstaan. Kegels met een steen op de top, kegels met een bijzondere muts, die volgens de overlevering veeënschoorstenen worden genoemd, maar ook fantasiefiguren, zoals een dromedaris. Vanuit de lucht bijzonder indrukwekkend, maar zeker ook vanaf de grond. In deze veeënschoorsteen is een woning uitgehakt, die thans niet meer bewoond mag worden. Het dal bij het plaatsje Goreme is in de vroeg-christelijke tijd een belangrijk centrum geweest. Vanaf de 6e tot de 9e eeuw bevonden zich hier honderden kleine kerkjes die in de rots waren uitgehakt. Ze waren veelal niet veel groter dan onze huidige huiskamers. Een paar kerkjes gaan we bekijken. Het eerste kerkje wordt de Appelkerk genoemd, in verband met een afbeelding uit het paradijs. Onze gids geeft wat toelichting. Zo, daar gaan we. Hier heb je Johannes en hier heb je moeder Maria. Dan wordt dit hier in deze kleine koepeltje. De grote koepel is weer Christus afgebeeld. Jezus staat hier, Jezus. In de kerk, in de kerk, zie je altijd de kerkvaders en de heiligen van het regio waar het kerk vandaan ofwel gebouwd is of beschilderd is. En daar hebben we afbeelding van gemaakt. Dit heet de Slangenkerk, genoemd omdat hier Joris en Theodor. Ziet u? Heel mooi, deze is een mooie stadsafbeelding. En dan gaat hier de kop van de slang. Dit kerkje is genoemd naar de heilige Barbara en stamt uit de vroege periode, de 6e eeuw. De versiering doet wat kinderlijk aan. Niet de deur in, hoor. Door de diepe ligging in de rots komt geen daglicht in dit kerkje, vandaar dat men het kerkje de donkere kerk noemt. De fresco's zijn door het ontbreken van het daglicht oorspronkelijk en prachtig van kleur. Dit kerkje stamt uit de laatste periode, rond 900. Het laatste avondmaal met Christus aan het hoofd van de tafel. De voorstelling is wat primitief van vorm. Heel bijzonder is de fresco van de kruisiging. De naam van dit kerkje komt door de overwegend blauwe kleur. Ook dit kerkje stamt uit de laatste periode en is in verhouding tot de overige kerkjes groot te noemen. Doorgaans lees je alleen de Poeha over de 4- en 5-sterren vakantieresorts, waar onze kranten bol van staan. Hier maak je kennis met een belangrijke cultuurhistorische erfenis en kan je vaststellen dat er ook een ander Turkije bestaat.